Hé, hey, goedenavond. Nou, uh, aan de hand van deze, Accep Giro, een van de laatste die we krijgen, want ze gaan hem ermee stoppen, wil ik je laten zien hoe makkelijk het is als je één keer door hebt hoe dat werkt. Dat we twee rekeningen hebben. Dus de ene rekening gekoppeld aan je fictie. Dat kun je deze, dat is deze. Dus uh, nou, je ziet uh, bij de Belastingdienst uh, zijn ze gek op hoofdletters. Zowel de staat als, als ook hengelo over staat even met hoofdletters. Die mensen worden denk ik heel gelukkig van hoofdletters. Nou, laat ze er gelukkig mee zijn. Maar die is dus gekoppeld aan, aan de fictie. Uh, en, maar aan de aangehechte strook kun je zien dat dit rekeningnummer, wat dan ook hier zou moeten staan, een heel ander nummer herbergt. Uh, gekoppeld aan je BSN-nummer. Uh, er staat nog M824. achter, nou, Ik gok even dat het met motorrijtuigenbelasting te maken heeft. 24. Geen idee wat dat betekent. Ik hoef ook niet alles te weten dus uh, maar hiermee die staat ook weer hier dus uh, ja twee rekeningen dus uh, ik hoop dat je dat ik hiermee al heb kunnen overtuigen of voor je heb aangegeven hoe je dus dat kunt detecteren op de op de op de ja papiertjes die je van hun krijgt datzelfde geldt voor je voor je ID kaart en voor je rijbewijs mocht je ze allebei hebben dan uh, ga ik daar ook nog iets over zeggen ik heb ook de foto's uh, die lever ik erbij. Hoe je kunt zien op de achterkant. Ja, ja op de achterkant. En dan weten ze van nou. Daar kijken kijk er niet veel naar op de achterkant. Dus dan uh, mochten ze erachter komen. Dan zijn we al een jaar verder. Daar staat jouw BSN nummer. Op je rijbewijs. Uh, onder de BSN. Daaronder staat nog een nummer. Ja dat zou ook weer een aanverwant uh, geboorterekening zijn. Ja weet je. Ik, dat kunnen we allemaal niet bijhouden. Maar zijn er zijn heel veel van. Uh, ook goed verspreid. Die mensen zijn... Nou, sorry, excuus voor het woord mensen. Die creaties, die uh, evil creaties, zijn wel heel slim. Dus, um, en op de achterkant van je ID-kaart staat jouw BSN-nummer wel als, nee, sorry, als persoonsnummer. Uh, uh, kun je het gewoon zien. Daar staat gewoon boven persoonsnummer. Nou, normaal gesproken zou dat dan ook BSN-nummer moeten zijn. Niet dus. Nou, geef ze weer een teken vrij. Dat er dus iets niet klopt met jouw BSN-nummer. Nou, persoonsnummer kunnen we gewoon linken naar de SVB. Ik denk dat het een hele hoge speler is in de, in de, bij de geboortesrekeningen. Daarom wordt er niet veel over gepraat. Lekkere afleiding naar, uh, naar, anderen, naar anderen, zodat zij rustig hun werk kunnen doen. Maar daar staat hij aan gekoppeld. Hoogstwaarschijnlijk in samenspraak met de burgemeester die jouw trust beheert. En uh, ja, daar gaat een wisselwerking tussen. Hoe dat precies zit, ja, dat is lastig. Maar dit zijn. Uh, de kennis op basis van de feiten die ik opgedaan heb de laatste twee jaar. Goed, uh, dit poosje ga ik, uh, ga ik beëindigen. En uh, ik wens jullie een, mooi, uh, een hele fijne nacht. En uh, tot mijn volgende poosje. Goedjes, doei-doei.